Wat? Wat voor hem? Dit tellen in hem. Hier terug, en nu? Ja, we moeten bellen eens aan. Ben je Ajax fan of niet? Natuurlijk. Ga je altijd kijken? Ja, ik wil een foto met Frank de Boer hebben. En dat is nou het moment voor, hè? Dus ik blijf wachten hier hoor. Hey. Maar ga je ook altijd kijken elke zondag? Ja, 2-3 keer per jaar, maar ik moet meestal werken op zondag. Oh. Maar ik volg het wel. Ja. Ja, ik ben niet zo. Ja, dat is gewoon waar. Ik ga het aan voor Nike. Jullie kunnen meegenieten, maar we hebben even een stukje naar achter. Nee, maar. Hey, ga er. Kerel, doe even grappig, je hebt toch genoeg beelden gemaakt. Boys, klaar? Ja. Nee, de eerste twee blijft nog even. De eerste twee blijft nog even. Oké, blijft nog even. Het schoenen hier blijven. Zonder erop bij, dan zie je het. Dat ik het zelf ook kan doen. Hand weg. Miel. Shit, gegoten. Ja. Dank u wel. Hans. Dank u wel, Miel. Nooit meer doen in mijn beeld. Echt niet meer doen. Huh? Niet meer doen. Niet meer doen. Als ik een foto organiseer dat je het mee gaat maken. Want je krijgt een ongelofelijke kopper van me. Weet dat wel. Allemaal even een nieuw moppie uitzoeken. Ja. Jos, hoe gaat alles? Loopt alles op? Is het oké? Eindresultaat zo. Ajax komt vandaag een prachtig presentje ophalen wat de directie van de club voor ze heeft klaargelegd. En wat is dat presentje? Ja, dan moet je denken aan het mooie sponsorship wat ze doen voor een horlogemerk. Dan weten jullie wel welk horlogemerk ik bedoel. Oké. Nou. En het merk Hublot. En Hublot staat voor Patrijspoort. En daar heeft Schaap en Citroen de exclusiviteit voor in Nederland wat betreft de retail. Ja, natuurlijk hebben wij daar iets moois voor gemaakt. En dat gaan we zo meteen onthullen. Dus dat is het grootste geheim van vandaag. En heb je nog een leuk presentje voor de aanwezige pers? Een kopje koffie zo meteen. Wat dacht je daarvan? Oké, bedankt. Hey. Hey jongens, mooi klokje gehad. Zei je? Mooi klokje gehad. Is wat dit?